De slottoespraak van onze zendingsdag is naar aanleiding van Psalm 32 en daarvan het 8e vers. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg dien gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Leren en leiden. Wat ben je liever? Een leraar of een leerling? Een student of een docent? Zendingswerk vraagt om leerlingen, om onderwijs. Ik moest denken aan een voorval tijdens een bezoek aan Izi in Nigeria. Onderweg stopte de auto ermee. Er was geen praatpaal, geen ANWB, geen bereik. De driver, de chauffeur, ging lopend op pad om hulp te halen. Dominee Jogo en ik, wij bleven achter en zochten een schaduwplekje op langs de weg. En tijdens het wachten kwam ons gesprek op de wederkomst van de Heer Jezus. Want zoals wij daar samen zaten te wachten op de terugkeer van de chauffeur, zo zouden we toch ook gericht moeten zijn op het terugkomen op de wederkomst van Christus. Het was een mooi gesprekje. Even van hart tot hart. En onwillekeurig keken we tijdens dat gesprek in de richting waarheen de chauffeur vertrokken was. Plotseling hoorden we een bekende stem. De driver was terug. Maar hij kwam van een andere kant dan wij verwacht hadden. Gelukkig kwam het snel goed met de auto en kon de reis worden vervolgd. En onderweg kwam ons gesprek weer even terug op dat voorval. En we zeiden tegen elkaar, wat kijken we dikwijls de verkeerde kant op. Wat hebben we onderwijs nodig? Dat voelden we samen. Hij en ik. We hebben onderwijs nodig van die grote profeet en leraar, Jezus Christus. Ik zal u onderwijzen en leren van de weg dien gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dit is het woord waarmee de Heere David heeft getroost. Het is ook het keerpunt in Psalm 32. Want eerst hoor je David spreken in deze psalm. Maar in vers 8... dan gaat de Heere spreken. Oprecht heeft David zijn schuld, zijn zonde beleden. En met berouw heeft hij de naam van de Heere aangeroepen. David voelde die aanklacht in zijn geweten. Hij had lang opgesloten gezeten in zijn vrees, in zijn troosteloosheid. En de schuld woog op zijn ziel. En hij kon er niet meer onderuit. En toen ging hij het eerlijk voor Gods aangezicht belijden. Zonder ook maar iets achter te houden. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid
bedekte ik niet. Wat is dat gelukkig? Als je eerlijk wordt voor God. En als we onszelf tegenover de Heere niet meer groot kunnen houden. En toen is de Heere in Davids zondenood gaan spreken. Niet van grimmigheid, maar van liefelijkheid. Niet van toorn en gramschap, zoals David voelde verdiend te hebben. Maar God ging tot zijn ziel spreken van vergeving en van genade. En daar is David nu vol van in deze 32e psalm. Hij is vervuld van dat wonder. Hij heeft Gods ontfermende genade in zijn hart ervaren. En daarom, zendingsvrienden, is Psalm 32 voor ons een oproep tot bekering. Een oproep voor u en jou en mij om de weg van David te gaan. Je zonde voor God niet te verzwijgen, maar die voor de Heere te belijden. Want welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Zo rijk belovend is God spreken hier in het 8e vers. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Dus onderwijzen over de weg. Ons leven is een weg. Een weg waarlangs we reizen naar de eeuwigheid. Soms is die reis lang. Als we sterk zijn, 70 jaar of zeer sterk zijn, 80 jaar. Maar u kent ook de voorbeelden. De reis kan soms ook zoveel korter zijn. Onderwijzen over de weg. De weg met een begin. De weg met een einde. Onze weg is een opgebroken weg. Want wij komen allen uit het verloren paradijs. En zonder onderwijs, zonder het kompas van Gods woord, dan gaat het niet goed. En daarom moet het evangelie al de volkeren gepredikt worden. Tot aan de einden van de aarde. Want hoe zullen ze de weg weten? Hoe zullen ze de zaligheid weten? Als ze niet onderwezen worden. Als het hen niet gepredikt wordt. Wat een wonder. Dat de Heere dwazen dat onderwijs wil geven. Dat God verloren zondaren. Verdoolde zondaren op wil zoeken om hen de weg te onderwijzen. Om hen door zijn woord en geest de weg van de zaligheid te onderwijzen. Dat wonder hoe Gods geest binnendringt in dat gesloten zondaarshart om te onderwijzen. Te leren, raad te geven. Dat zijn de drie dingen die in het 8e vers genoemd worden. En het wordt steeds dringender, steeds sterker. Onderwijzen, leren, raad geven. Maar dan het 4e, dat is het grootste. Mijn oog zal op
u zijn. Gods ogen doorlopen de gehele aarde. Hij is de alwetende, de alziende God. Gods oog aanschouwt de mensenkinderen. Hij kent onze weg. Hij slaat onze wegen gade. Hij kent ook de weg van het zendingswerk. De zegeningen, de zorgen. Alles wat aan zendingswerk verbonden is. De vacatures. Teleurstellingen. Hoe Satan en zonde en wereld tegenwerken. Maar ook de zegeningen. Als het woord zich vast heeft gehaakt in het hart van een jongere of een oudere. Gods oog gaat over al die dingen. Mijn oog zal op u zijn. Wat zal dat voor David hier in Psalm 32 een wonder geweest zijn. Want juist toen hij zo eerlijk voor God in de schuld gekomen was. Toen hij heel de weg van zijn leven eerlijk voor de Heere beleden had. En niets meer achterhouden kon. Toen David beleed. Heere, ik was u wel uit het oog verloren. Toen deed God hem ondervinden. Maar David, ik ben u niet uit het oog verloren. Mijn oog zal op u zijn. Beschermend, bewarend, verzorgend. Dan ziet Gods oog, jongens en meisjes, de biddende Jona in de buik van de vis. De zuchtende Elia in de woestijn onder die bremstruik. Dan ziet Gods oog Simon Petrus ook in dat diepe vallen. In de nacht van de verloochening. Mijn oog zal op u zijn. In de Engelse Bijbel, in de King James vertaling, staat het eigenlijk nog mooier. Ik zal u leiden met mijn oog. Zo leidt de Heere zijn volk door de strijd, door de aardse woestijn. Hij leidt hen op hun weg naar de eeuwige heerlijkheid. Hij leidt hen met zijn oog, dikwijls door wegen die ze niet gekend hebben en paden die ze niet geweten hebben. Maar Gods oog leidt hen veilig naar die grote dag van de bruiloft van het Lam. Wat een dag zal dat zijn. Dan zullen we de grote uitkomst van al het zendingswerk zien. En dan moet zijn naam eeuwig de eer ontvangen. Boven Psalm 32 staat een onderwijzing. Neemt u het mee? Een onderwijzing ook voor u, ook voor jou. Mijn oog zal op u zijn. Maar hoe zal dat ooit kunnen? Gods oog op mij? Op zo een als ik? Ik die voor Gods heilig oog niet kan bestaan. Dan kom je op Golgotha terecht. En dan gaat het bloed van de Heere Jezus druppen hier in Psalm 32. Want op de vloekheuvel van Golgotha, daar sluit God zijn oog
voor zijn lieve zoon. En daar klinkt het. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarom, om Jezus wil, daarom kan het. Mijn oog zal op u zijn. Op u. Dat persoonlijke voornaamwoord. Op u. Het gaat op onze zendingsdag over onderwijs voor de volken. Maar vergeet jezelf niet. Onderwijs ook voor u. Ook voor jou. Onderwijs op de leerschool van Gods genade. Zoals we het hoorden. Van Luna en Johanna in Albanië. En van Sekou in Guinea. En van broeder Jorge, Ecuador. Ik zal u onderwijzen. En u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wat ben je liever? O, wat is het goed om een leerling op de leerschool van Psalm 32 te zijn. Amen. Naar goed zendingsdaggebruik zingen we van Psalm 72 en daarvan het 11e vers. En we willen dat zo mogelijk staande doen. En na het zingen van dit psalmvers zijn er nog enkele mededelingen door de voorzitter van het deputaatschap.